Hoi hoi, welkom bij een nieuwe video met vandaag de Currently Reading Tag. Ik heb deze bij verschillende al voorbij zien komen en vond hem heel leuk, dus ga hem vandaag ook voor jullie doen. De eerste vraag. Lees jij meestal één boek of lees jij meerdere boeken tegelijkertijd? Ik lees meestal maar één boek tegelijkertijd, omdat ik vaak zo in het verhaal zit en probeer dan echt door te lezen dat ik er ook geen ander tussen kan. Maar als ik eens een boek heb waar ik dat heel dik is of waar ik echt heel moeizaam doorgeraak, ja, dan lees ik bijvoorbeeld als het een heel dik boek is, wat op een gegeven moment even stilvalt, maar ik toch vind, ja, ik moet hier wel door, dan lees ik even een dun boekje bijvoorbeeld ertussendoor. En zo los ik het dan op. Als je meerdere boeken tegelijkertijd leest, hoe beslis je dan wanneer je gaat overschakelen van het ene naar het andere boek? Dat heeft weer te maken met dat wat ik daar juist vertelde. Van kijk, als het een dik boek is en ik zit er even doorheen, dan lees ik eerst een stuk in een ander en dan ga ik weer terug. Dus dan pak ik wel telkens terug naar dat eerste boek, maar dat is meer op het gevoel. Dus dat is niet dat ik dan zeg van oké, dan lees ik één hoofdstuk van het ene en dan ga ik terug naar het andere. Switch je ooit van boekenlegger als je in een deel van een boek bent? Nu moet ik heel eerlijk zeggen, ik zal hem even erbij pakken, dat ik nog maar recent echt een boekenlegger gekocht heb. Dus echt mijn boekenlegger werk. Van tevoren waren dat eigenlijk altijd bonnetjes of iets, een papiertje wat in de buurt lag, dat ik dan gebruikte. Dus dan switch je dat, bij wijze van spreken, met 2-3 keer lezen, dat er iets anders tussen zat. Maar nu heb ik een mooie boekenlegger. Ik vond hem zo mooi, dus heb ik die mij wel cadeau gedaan. Ik hoop dat je hem goed ziet ook, met zo'n 3D boekenlegger. Nou, en dat ben ik eigenlijk wel, sinds ik die heb, blijft die eigenlijk altijd wel in mijn boek liggen. Dus nee, nu niet meer. Vraag 4. Waar laat je je boek dat je nu aan het lezen bent? Eigenlijk ligt dat altijd ofwel bij mij op de salontafel ofwel naast mijn bed, eigenlijk de twee plaatsen waar ik lees. Dan zitten we aan de vijfde vraag, waar lees je het meest? Zoals ik juist zeg, op mijn bank, daar lees ik vaak en anders lees ik in mijn bed. Vraag 6, hoe lang lees je vaak achter elkaar? Nou, dat is echt heel verschillend. Vaak is het één hoofdstuk, twee hoofdstukken dat ik lees, ook aan de hand van hoe lang het hoofdstuk is. Soms zijn mijn concentratiebogen echt heel kort en zijn dat heel korte stukken. En ik heb soms ook dat ik begin te lezen en dat ik op de klok kijk en het is een uur verder en ik denk van, waar is de tijd naartoe? Maar dan zit ik er echt helemaal in, is mijn concentratie goed en kan ik gewoon goed doorlezen. Dus het is altijd heel verschillend en echt een verrassing. Vraag 7. Lees je je hardcover met dust jackets of haal je die ervan af? Dan moet ik heel eerlijk toegeven, ik weet, misschien is het wel een zonde voor sommige boeklezers, dat de dust jackets, ik die in het verleden wel gebruikte als boekenlegger. Het is namelijk heel makkelijk, ik zal het laten zien. Als je dus een boek aan het lezen bent met een dust jacket, dan deed ik dit. En nou wist ik altijd waar ik was in mijn boek. Dus ja, ik lees ze eraan. Nu met mijn nieuwe boekenlegger denk ik dat ik die ga gebruiken in plaats van de dust jacket. Maar die bleven er bij mij altijd aan zitten. Vraag 8 zitten we ondertussen. In welke positie zit jij meestal als je leest? Vraag 9. Neem je je boek overal mee naartoe? Nee. Ik neem meestal geen boeken mee. Ik ben al pas begonnen mee van de middagpauze toch regelmatig een boek mee te nemen. Dat ik even ook tot rust kom op het werk. Voor de rest meestal niet. Waarom niet? Als ik ergens naartoe ga, ben ik meestal degene die auto aan het rijden is. En dus tussendoor zijn er meestal niet echt zoveel momenten dat ik even rustig kan gaan zitten, kan gaan lezen. Als het wel het geval is, heb ik altijd op mijn telefoon wel een e-book staan. Niet dat ik veel e-books lees, want dat is echt een grote uitzondering dat ik dat doe. Maar dan kan ik in ieder geval iets lezen als ik wil. En de laatste vraag, vraag 10. Hoe vaak update jij de vooruitgang van je boek wat je aan het lezen bent op Goodreads?
Ik probeer dat regelmatig te doen. Ik probeer ook regelmatig bij te houden welke boeken ik gelezen heb. Wat ik ook zeker bijhoud is de Hebban Reading Challenge. Daar kun je wel niet opschrijven van welke pagina dat je bent. Maar wel dat daar eigenlijk heel mooi het leesverloop staat van de boeken die ik aan het lezen ben. De boeken die ik wil lezen. Vaak zijn dat, we hebben even iets overeengekomen, dat de boeken die ik gekocht heb daar ook op komen staan. Dan kunnen we dat familiair ook een beetje in de gaten houden. Wie heeft wat boek? Want anders dan kopen wij nogal vaak dezelfde boeken. En dat is niet nodig. We lezen gewoon elkaars boeken. Dus ook bij Hebban probeer ik dat heel goed bij te houden. Zeg al Goodreads, dat probeer ik één keer per dag te doen. Dat ik dat aanpas welke pagina dat ik ben. Maar dan moet ik heel eerlijk zeggen dat dat niet altijd lukt. Dus, maar ik ben er wel mee bezig en het lukt wel. En ja, het is hoe dat het gaat op dat moment. Nu, dit was de Reading Currently Reading Challenge. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat zo was, duimpje omhoog. Abonneren kan altijd hieronder. En tot de volgende keer. Houdoe!